Sinds 2012 wordt de Zuiderzeestraatrun gelopen. 66,5 kilometer verdeeld over 8 lopers per team. Over een historisch tracé, de Zuiderzeestraatweg van Hoevelaken tot aan de IJsselbrug bij Hattem. We staan hier aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. Daar staat morgen, kan ik wel zeggen, iets speciaals te gebeuren. U weet er het een en ander vanaf. Kun je misschien even uw naam noemen? Ja, ik ben Wim Krooshof, ja. Voorzitter van de Stichting Zuiderzeestraatwegrun. Morgen wordt er een hardloopwedstrijd gehouden van Hoevelaken tot aan de Oude IJsselbrug. Over een heel oud tracé. We willen de Zuiderzeestraatweg wel meer in de belangstelling wekken. En deze bakker, Schult in Oldebroek, die haakt daarop in en die zegt van ik ben het helemaal met jullie eens. Ik ga een brood met die naam bakken. Een Zuiderzeestraatweg. Ja, waarom moet hier wat meer in beeld, de Zuiderzeestraatweg? Het is een weg die heel veel geschiedenis achter zich heeft, maar die de laatste jaren toch wat is veranderd. Er zijn rotondes gekomen, de bomen zijn weg, het tramrailtje is weg, de straatstenen zijn vaak weg. Dat willen we toch wat meer onder de aandacht brengen hoe het vroeger was. Wegen worden tegenwoordig ook weer met een stukje straatsteen aangepast. De cultuurhistorie, daar gaat het er weer eens om. Ja, en nu bakker Schult, die heeft een krentenbrood. Een krentenbrood gebakken. Nou, de link via Zuiderzeestraat weg naar een wegge is dan heel makkelijk gemaakt. Ja, dat is ouderwets, ja. Hè? Een wegge. Ja, een krentenwegge, inderdaad. En die gaat u nu ophalen? Ik ga er eentje kopen. Vindt u goed ook meelopen? Ja, prima. Ja. Hoe groot is die ongeveer is? Ik heb er eentje besteld. Volgens mij is hij 83, 85 centimeter. Oh, dan kun je flinke trekken. Ja. Zo. Nou, er komen krentenbrood aan met de meneer. Nou, heel veel succes en eet smakelijk. Wat voorlopig krentenbrood eten. Krentenweg, moet ik zeggen. Hè? Ja. Nou, wij zijn de Gemse loopgroep uit Hattem. De Hattem maar Gemse. Je bent al reeds, komt er even bij, joh. Ja, komt er ook even bij. We zijn nu als team bijna compleet. Ja. Er is een fietser en een loper onderweg. En ja. De laatste wissel die zal hier plaatsvinden. Okay. De laatste wissel is van Oldebroek naar Hattem. Bij de Oude IJsselbrug is de finish. Waarom doe je niet mee? Waarom? Ja. Het is een teambuilding wat je doet. In de sport ben je altijd eigenlijk alleen bezig. Ja, en lopen moet je natuurlijk best wel alleen doen. Maar nu komt het erop aan dat alles goed georganiseerd is. Een van de winnende teams misschien. Run for Joyce. Jullie zijn van Run for Joyce, begrijp ik. Klopt helemaal. En jullie zijn een van de kansheppers, begrijp ik ook. Ja, nou ja, het moet eerst altijd gelopen worden, zeg ik dan. Ja. Maar we hebben inderdaad een mooi team met de atleten bij elkaar. En tot nu toe gaat het lekker, dus. Freek, je bent een Wezeper. Ik ben een echte Wezeper. Maar je loopt niet voor een Wezepclubje, hè? Ik loop voor de atletiekvereniging De Gemse uit Heerde. Ja, er zijn meer teams van Ja, Wezer, ja, hè? Ja, sowieso. Ik denk 3 of 4 teams dat vandaag aan de start staan. En jij bent bij het Heerder-team, houdt dat in? Dat is een loopgroep van De Gemse en daar hebben we doen al mee voor de derde keer. En die groep die blijft gewoon bestaan en we lopen elk jaar mee. Oké, wat is er zo leuk aan deze loop? Ja, het is een estafette dat je met 8 personen doet en we zijn een dagje op stap en dat is hartstikke leuk. Okay, hoe is het nou om met elkaar dit te doen? Ja, leuk. Ja. Ja. Gezellig. Leuk om de kinderen uit te stellen. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Doen jullie dat vaker, zo'n estafette loop? Nee, deze doen we wel elk jaar met de Gemse. Dit is geloof ik de derde keer dat we ook meedoen met de Gemse. Okay. En dit jaar zijn we met 2 groepen van de Gemse Wezep. Wezep per groep? Ja, inderdaad. Okay. Hebben jullie een snel team? Ja, we hebben wel een snel team. Maar tijdens zo'n loop dan iedereen motiveert elkaar. Dus dan ga je ook wel tot het uiterste, zeg maar. Of tenminste, je probeert wel zo hard mogelijk te lopen. Omdat je toch ook samen een goede tijd neer wil zetten. Wat wordt het, denken jullie? Ik heb er geen idee van. Nee, echt niet. 5,5 uur hebben wij opgegeven. Ja, dus ik hoop opgegeven. Dat we een beetje in de buurt komen. Ja. 5,5 uur is zo'n beetje de totaaltijd die jullie ook lopen. Ja. 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 Dat is de verwachte aankomsttijd om 3 uur ongeveer. Maar ik denk dat we er wel iets onder zitten. How did I get in here? You!
je hebt nog even een rood hoofd van het harde loop. Je hebt echt je best gedaan om zo goed mogelijk tijd neer te zetten. Hè? Ja, goed, niet alleen ik. We doen het met een team van 8 personen. En we hadden, vorig jaar hadden we 5 uur. En nu volgens mij 4:45. Dus met z'n allen hebben we er ruim 15 minuten afgelopen. Dus ja, dat is gewoon heel goed. Dat is een prachtprestatie. Ik had het langste afstand. Op een gegeven moment, we delen de afstanden in naar de mensen die het wat korter willen lopen. Mensen wat langer. Ik heb aangegeven van, oh, ik wil graag langs een stuk van Oldebroek naar Wezep lopen. Ook omdat ik in Wezep woon, dus dan is dat gewoon prachtig. Ah, het is goed gegaan, we hadden de wind mee en het is heerlijk lopen hier. Het was heel mooi hoe je binnenkwam, hè? Hoe voelde dat? Ja, heel goed. Samen het laatste stukje even met het team. Je loopt naar de finish toe en dan, dat geeft dan een goed gevoel. Ja. Nou, spannend, de uitslag? Ja, er waren op voorhand al twee hele snelle teams. En we gaan nu naar de prijsuitreiking. Ik schat in dat we derde of vierde zijn geworden. Ja. Hoe was het? Hoe ging het? Lekker. Ja? Lekker. Ja, maar 2 weken terug hebben we de Schiermond Golf gelopen gedaan in de eilanden. Het was aardig pittig met de heuvels en zo, maar het ging aardig zwaarder als nu. Ja, het komt nu de wind ook in de rug, hè, en daar scheelt het gigantisch op. Maar op zich ging het heerlijk. Ja, ja, hè? Ik heb nooit zo fijn gelopen, dat is jaren geleden. Oh, dus, heerlijk. Wie was de laatste loper? Ik. Hoe ging het? Sorry. Goed hoor. Ja? Ja, ik vond het warm. Ja, dat merk je nu niet in de gaten. Als je loopt met de wind in de rug, dan is het warm. Ja, maar het liep lekker. Gemeenteteam, hè? Gemeenteteam. Jullie zijn het enige echte gemeenteteam. Gemeente Harderwijk. Gemeente Harderwijk. Ja, de centrumgemeente van de Noordwest-Veluwe. Dus, en wat zijn jullie van de gemeente? Allemaal bewoners. Een aantal actief in de politiek. Een aantal in de politiek actief geweest. Ja. Maar in ieder geval allemaal belastingbetaler in Harderwijk. Oké. Okay. Ja. Tenminste onze collega gemeente dus, hè. Elburg, Ermelo. Waar blijven ze nou? Het is ook de Zuiderzeestraatwegrun. Ja, Wezep. Wezep, ja. Wezep. Ja. Oldebroek dus, hè? Gemeente Oldebroek. Hoe is het gegaan vandaag? Prachtig. Het is heel goed gegaan. We hebben een nieuw parcoursrecord. Een nieuw team wat voor het eerst deelneemt. Run for Joyce uit Oldebroek. Die heeft, ik weet niet de exacte tijd, maar onder de 4 uur en 10 minuten gelopen. En het oude parcoursrecord, het snelste team. En het oude parcoursrecord stond op 4:23. Dus ze hebben een klein kwartiertje van het record afgelopen. Zo. Ja. Gisteren hebben we de Zuiderzeestraat gefilmd. Dat die, hoe was die? Was het een lekker brood? Het was heerlijk. Het was een, ja, inderdaad heel fijn dat zo'n bakker zegt, ik speel erop in, ik ga een brood bakken. Nou, gisteravond lekker geproefd. Ik kan het iedereen aanbevelen. Heerlijk. Koning Willem I heeft in 1830 toestemming gegeven, ook met Rijksgeld, om te zeggen van ik ga die weg helemaal bestraden. Het waren zandwegen tussen landgoederen. En toen is er een weg ontstaan. Landgoederen werden vroeger voorzien van lanen met eiken en beukenbomen erlangs. Nou, die zijn voor een groot deel weg. Ik zie overal rotondes. Heeft weinig meer met een oude handelsweg te maken. Ik kwam vandaag in Nijkerk. Daar is de weg gerepareerd, geherstructureerd wil ik zeggen. Daar is de as van de weg is in straatsteentjes voorzien. En ja, warempel, er zijn bomen geplant op de plaats waar ze vroeger ook stonden. Dus de oude grandeur, daar komt weer een beetje van terug, ja. Oldebroek hebben ze dat ook gedaan, hè? Oldebroek hebben ze het ook gedaan, ja. En de roze, rode steentjes, ja. Die symboliseren dus de straatstenen waarmee deze weg gelegd is. Dat doen de gemeenten dus heel bewust. Dat is een gevolg van die studie die ze hebben verricht. Okay. Ik hoorde net al dat het stratenmakers uit Nijkerk zijn geweest. Die hier zijn blijven hangen. En waar door Wezep een stratenmakersdorp is geworden. Klopt dat? De bestrating is in Nijkerk begonnen. En ze zijn stiekem een beetje zijn ze deze kant op gegaan. En hier waren ze klaar. Ja, misschien zijn ze daarom hier blijven wonen. Ja. Het is een heel plausibel verhaal. Heel mooi verhaal om mee af te sluiten. Bedankt en succes bij de uitreiking straks dan. Dankjewel. Ja. Ik ben Peter van der Kemp, een van die 5 organisatoren die 4 jaar geleden zeiden, als dit iets leuks is, dan gaan we het gewoon organiseren. En, ja. Dus er komt een 2016 versie? Zeker een 2016 versie. We hebben gezegd, we doen het 5 jaar. Dus 2017 komt er zeker ook. Okay. En dan gaan we kijken of dat echt een wedstrijd is die niemand wil missen. En dan hopen we dat hij er kan blijven staan. Er wordt in teams gelopen, maar er is er één die het anders doet, hè? Ja, dat is Joop de Zwaan uit Harderwijk. Dat is een ultraloper. En ultraloper betekent, die houden we niet op bij 42 kilometer. Morgen wordt de marathon voor Rotterdam gelopen. Nou, dan zie je mensen moe over de streep. Dan zegt hij, dan ben ik pas even lekker warm. En ik wil juist meer. Maar hij, voor mij is hij de klasbak. Hij doet het helemaal in zijn eentje. Die hele Zuiderzeestraatweg. Het is een run voor hem. Hoevelaken, Hattem,
66,5 kilometer in je eentje. En dat is echt fantastisch. Van Joop de Zwaan. En die gaat, jawel, onder de 7 uur gaat hij finishen. En kijk hem eens aan. Kijk hem aan. Geweldig. Klasse. Nee, geen tegenstander had ik ook niks aan doen. Je hebt me eerlijk gewonnen. Nou, hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Fantastisch. Gefeliciteerd. Ja. Kun je nog staan? Ja, gaat nog prima hoor. Ongelooflijk. Ja. Hoe ging het? Ja, dat ging goed. Vanaf Oldenbroek wat last van de knieën, dus dan moest ik wat langzamer. Maar voor de rest geen probleem eigenlijk. Fantastisch. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Fijn dat we allemaal het eindstation hier weer gehaald hebben. Eindstation van de derde Zuiderzeestraatweg, run. En als ik zo rondkijk en de geluiden op me heb in laten werken, dan is het weer een prachtig evenement geweest. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. De vierde plaats. Waarschijnlijk een beetje een tegenvaller voor de prutsels. Maar jullie waren, dacht ik, een kwartier sneller dan vorig jaar. Wij waren een kwartier sneller dan vorig jaar. Dus ja, prima. 4,45. 4,44 en 40 seconden. Oh, kijk, daar doen we het voor. Vierde plaats, helaas geen prijs ervoor, maar prima prestatie. Volgend jaar zijn we er weer. En dan is er natuurlijk ook een winnaar in een tijd van 4 uur, 10 minuten en 50 seconden. Team Run for Joyce. Uit Oldenbroek. Een Oldenbroekerteam hier in Wezep. Nou, dat is dezelfde gemeente. Ja. Dat is fantastisch. En een Zwollenaar die de prijs afpakt. Ook dat nog? Ja. Zo. Vader, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer meedoen. En de prijs verdedigt. En misschien weer een nieuw parcoursrecord, wie weet. We gaan ervoor. Wij doen al voor het derde jaar mee als Harderwijk. En wij roepen dus, jullie wonen allemaal ergens in de regio. We roepen dus iedereen op om zijn gemeente op te roepen om mee te doen volgend jaar met deze verschrikkelijk mooie loop. Dus, en wij zijn er blij mee voor het derde jaar en nu in de prijzen. Nou, hartstikke fijn. Ja.